En ik sta naast de man van de wedstrijd, denk ik. Je zorgt met een assist voor de eerste treffer. Je maakt daarna nog een treffer. En je had er nog één of twee kunnen maken. Ja, als ik... laatste acties, als die goed vallen, kan ik één op één. En dan schiet ik er nog één binnen of twee. Dat is jammer, maar we winnen met 3-1, gelukkig. Wat is er gebeurd in die winterstop? Want jij hebt eigenlijk een hele moeizame eerste seizoenshelft. De trainer wordt weggestuurd, jullie scoren heel moeilijk. Hebben jullie een bloedtransfusie gehad of zo? Want jullie winnen er 3 achter elkaar. En veel kansen, 3 goals. Ja, ik denk dat we heel goed uit de winterstop zijn gekomen. De trainingskamp heeft ons goed gedaan. En we winnen er nu 3 op rij. Jack doet het goed en met z'n allen staan we er. We vechten voor elkaar en dat zie je nu ook. Het staat 2-1 vlak voor tijd. We hebben nog een aantal mogelijkheden en wij maken de 3-1. Jullie staan 10e. Je kunt snel opschrijven. Alles staat dicht bij elkaar. Wat zit er nog in het vat voor jullie? Ja, deze moest je gewoon winnen. Kijk, stel dat Achilles eruit gaat, dan is het een nadeel voor ons natuurlijk. Deze was van belang dat we deze zouden winnen. Nou gaan we naar boven kijken natuurlijk. Dat is ons doel. Dankjewel.